En toen halverwege dacht ik, nou, ik moet eruit. Dus snel de auto langs de zijkant gezet en gelijk de auto uitgesprongen, want ik wilde even staan. Ik had weeën en heb toen de verloskundige gebeld. Toen bleek ik 4 centimeter ontsluiting te hebben. En we dachten dat tijd zat om nog naar het ziekenhuis te gaan. Ik vond het in de auto stappen wat vond ik al dat ik dacht van nou, de vorige keer ging dat toch wat soepeler. En toen halverwege dacht ik, nou, ik moet eruit. Dus snel de auto langs de zijkant gezet en gelijk de auto uitgesprongen, want ik wilde even staan. Ja, de verloskundige kwam, die zei van, gaat het kindje nu komen? Ik zeg, ja, ik durf het niet te zeggen. Toen ging ze kijken hoe ver ik was, had ik al volledige ontsluiting. En had ik eigenlijk al persdrang, dus mocht ik gaan persen. En met een paar keer persen was het er al, het ging vrij rap. Ik denk dat we rond 7 uur richting het ziekenhuis gingen en 8 voor half is ze geboren. En toen de kleine geboren werd, toen stopte de politie en iets later de ambulance. Dus die kwam gelijk met doeken aan om het kindje over te nemen en lekker warm in de ambulance te stoppen. En zo gingen we verder eigenlijk. Het was best wel een spectaculaire bevalling, zeg maar. Ja, het doet het gelukkig goed. Drink goed, slaap goed. En Het is lekker warm. we kunnen weinig klagen eigenlijk tot nu toe.